dat er een aantal mensen aan het aanmelden zijn. Dus we wachten nog enkele minuten, nog 1 minuut en daarna starten we. Volgens mij. Nou goed. Leuk om bekende namen te zien. En, nou goed, wij starten. Welkom allemaal bij dit speciale webinar, specifiek gericht op de zorgsector. Vandaag duiken we in het onderwerp wat beheer van moderne werkplek binnen onze uniek en essentiële branche. In het tijdperk waarin technologie en de zorg hand in hand gaan, is het cruciaal dat we begrijpen hoe we onze werkplekken kunnen optimaliseren voor efficiëntie, veiligheid, patiëntgericht zorg. Samen zullen we de uitdagingen en oplossingen en best practices verkennen die de zorg van morgen zal vormgeven. Mijn naam is Morteza Steki en binnen Liquidware hou ik me bezig met sales. Onze spreker vandaag is iemand die niet alleen kennis heeft van de uitdagingen in de zorgsector, maar ook diepgaand inzicht heeft in de technologie en innovatie die moderne werkplek zal transformeren. Met jarenlange ervaring als werkplek architect bij CAMIT, nu KPN Health, is het een eer en genoegen om de sessie van vandaag samen met Berry Haverman te doen. Ja, voordat ik de microfoon aan Berry overhandig, even een aantal huishoudelijke zaken. Dit webinar zal opgenomen worden en zal aan het eind van vandaag of deze week zal ook naar jullie toegestuurd worden. Dus mocht er collega's zijn die er vandaag niet bij konden zijn, dan kan je dat even doorsturen. Er is sowieso ruimte voor, iedereen staat op mute, er is ruimte voor vragen. De vragen kunnen jullie in de question chat window neerzetten. Nou, we hebben sowieso ruimte voor de vragen. Maar mocht je tussentijd brandende vragen hebben en je denkt van nee, dat kan niet wachten. Ik wil dat Berry dit ook wel vertelt. Nou, dat kan altijd. En nou, het is mij niks anders om nogmaals jullie welkom te heten. En de microfoon over te handigen aan Berry. Berry, de mic is yours. Dankjewel Morteza en nogmaals welkom iedereen. Ja, we gaan het hebben over werkplek in de zorg. En met name gericht op de moderne werkplek. Wat een ja, bijna een hype term is als je kijkt naar de IT-afdeling van vandaag. Even in het korte agenda. Natuurlijk kijken we naar de moderne werkplek en modern beheer. We kijken ook even met een schuine oog naar de NIS 2-richtlijn. Voor de zorgsector een erg belangrijke opkomende richtlijn. Ja, uiteraard naar de oplossingen van Liquidware. Daarvoor zitten we onder andere hier. En we bespreken een aantal klantcases. Waarbij we voorbeelden halen uit geonboarde klanten die live werken met onze oplossingen. En als laatste sluiten we even af. Dus inderdaad, zoals Morteza al zei, met wat vragen. Hopelijk. Kijkende naar werkplekken en applicaties. Die zijn, ik denk in iedereen's ogen, onlosmakelijk met elkaar verbonden. Een werkplek is niet zonder applicaties. En de applicatie kan niet zonder de werkplek. Maar het probleem van vandaag met name is dat applicaties een groot onderdeel zijn van de datalekken die worden veroorzaakt. Het komt meestal door ontbrekende patches op de applicaties. En het grappige is dat bijna 90% van de organisaties aangeeft, als je kijkt naar artikelen van het Nationaal Security, Cybersecurity Center, dat ze sneller zouden patchen als ze een optie hadden om te unpatchen als dat nodig is. En dus goede OTAP kunnen doen, terugdraaien van applicatieupdates, et cetera, door mogelijke fouten. En in dat licht is het belangrijk om te kijken naar hoeveel golden images je nu bijvoorbeeld beheert als organisatie. Kun je alles in één golden image doen? Werk je met Citrix of VMware? Of Azure Virtual Desktop? Heb je misschien al meerdere platformen, laptops? En daarom hebben we het ook over de moderne werkplek. Maar dat kunnen ook moderne workspaces zijn in de cloud. Denk aan DAS. En kunnen we op al die platformen dezelfde applicaties op dezelfde manier afleveren? Dat kost nu vaak heel veel tijd en dus ook heel veel geld. Om dat überhaupt te kunnen doen. Als het al kan.
Kijken we dan verder naar wat eigenlijk mensen verwachten, even los van de zorg, maar wat mensen verwachten van een moderne werkplek. Dan gaat het vooral om flexibiliteit. We hebben de moderne werkplek vooral zien onboarden om zaken als videoconferencing, met Teams en dat soort applicaties te kunnen doen. Maar de grootste drijvende kracht daarachter was toch wel het kunnen thuiswerken, het locatie onafhankelijk kunnen werken. En als je kijkt naar de zorg, zien we dat langzaam maar zeker ook voornamelijk voor het ondersteunend personeel geïntroduceerd worden. Natuurlijk ook gedreven door het thuiswerken van de afgelopen paar jaren vanwege de epidemie. Maar we zien ook in de zorgprocessen steeds meer moderne werkplekken onboarden. Het ene ziekenhuis is hier al wat verder mee dan de ander. Maar er wordt in ieder ziekenhuis waar we mee praten of mee samenwerken gekeken naar de moderne werkplek, ook voor het zorgproces. Om dat optimaal te kunnen doen, is het wel belangrijk dat we snel en veilig en eenvoudig toegang kunnen blijven krijgen tot data en informatie vanuit de applicaties. Onafhankelijk van waar het apparaat of de gebruiker op dat moment dat opvraagt. Dus het is vooral belangrijk dat de werkplek een persoonlijke ervaring biedt voor de eindgebruiker. We zien een hele shift de afgelopen jaren naar veel meer gebruikerservaring in plaats van IT experience. En dus we worden echt meer faciliterend nog steeds naar de eindgebruiker toe. En we willen daarmee de gebruikers gewoon enablen. En dus onafhankelijkheid van applicaties en locaties en beveiliging zijn eigenlijk de belangrijkste eigenschappen van die moderne werkplek. Als we dan kijken naar de moderne werkplek, dan moet die doorgaans ook modern beheerd worden. En we kijken ook waarom, wat dat eigenlijk precies inhoudt. Daarvoor moeten we eigenlijk de eerste stap terugnemen. Dus als je kijkt naar hoe we dat voorheen altijd gedaan hebben, en misschien nog steeds doen, dan noemen we dat traditioneel client management. Dat is een term van Gartner die dat bijhoudt. Gartner kijkt naar welke organisaties zich bezighouden met traditioneel client management en modern management. En zet daar ook de spelers op de juiste plekken. Maar het gaat bij traditioneel client management eigenlijk vooral om het feit dat je desktops en laptops met behulp van de on-premise oplossingen als system center of vergelijkbare producten beheert. En dat uitzicht soms in individuele configuraties. Soms wat minder schaalbaar daardoor, als je kijkt naar de capaciteit van personeel en dergelijke. Zeker als je die vergelijkt met de moderne beheerbenaderingen. En het is een uitdaging voornamelijk om apparaten te beheren die zich niet in het bedrijfsnetwerk bevinden. En dat is nu juist een eigenschap van de moderne werkplek. Die zit vaak niet binnen de kantoormuren van de organisatie. Dus niet op het LAN bekabeld aangesloten of op het bedrijfswifi, maar misschien wel vanuit huis of over een internetconnectie 4G of 5G. En ondanks dat dit dus bij heel veel organisaties nog steeds zo gebruikt wordt, vooral door organisaties die gewoon gevestigde IT-infrastructuur hebben en gevestigde processen daaromheen hebben bedacht, is het natuurlijk vrij lastig om zomaar ineens over te stappen op modern management. Maar we zien wel dat door de intrede van die moderne werkplek toch steeds meer wordt gekeken naar hoe ze dat of tegelijkertijd kunnen doen, of langzaamaan overstappen van traditioneel client management naar modern management. Nou, wat is dan modern management? Want het is ook gewoon een term in de markt. Maar modern management is dus in dit geval de strategie die is ontworpen om efficiënt beveiliging en gebruikservaring te verbeteren op werkplekken. Terwijl die zich aanpassen als de technologie daarbij verandert. En dus verander jij van een OS, verander jij van een applicatie, verander jij van een security laag, dan is het belangrijk dat de werkplek zelf wel intact blijft. Dus we kunnen bouwblokken uitwisselen uit de modern management stack zonder dat dat direct impact heeft op een ander bouwblok. En juist dat is zo belangrijk als je met verschillende platformen aan de slag moet, omdat het zo moet kunnen zijn dat bijvoorbeeld een Citrix platform op dezelfde manier gemanaged kan worden van profielen en bijvoorbeeld applicaties, als je dat met je moderne werkplek doet, hè, bijvoorbeeld de Intune laptop. Verder gaat het natuurlijk ook over zaken als Zero Trust en Zero Touch Provisioning. Die staan centraal als het gaat om modern management, want dat is het uitgangspunt van dat soort technologieën. Nou, waar we vooral tegenaan lopen als we bij onze klanten en toekomstige klanten in de markt praten,
is dat veelal Microsoft Intune wordt gebruikt. Microsoft heeft daar een ontzettend groot marktaandeel en dat is ook heel erg een goede oplossing. Zeker voor modern beheer, oftewel het managen van laptops. Maar het heeft ook wel wat uitdagingen. En dus het is een goed begin. Het is heel erg sterk in een aantal onderdelen. Maar iedereen die hier in het webinar zit, zal denk ik wel weten om wat voor soort uitdagingen het heeft. Als we kijken naar de focus van Intune. Want Intune is ooit ontwikkeld als device management platform. En je ziet nog steeds dat heel veel zaken binnen Intune zijn gericht op het device management onderdeel. Zo zie je dus dat Unified Endpoint Management, oftewel device, heel erg goed is in Intune. Je kunt verschillende devices joinen, zelfs verschillende OS'en. Denk niet alleen maar aan Windows, maar ook zelfs andere OS'en joinen. En dat kun je allemaal vanuit één centrale management console beheren. Security en enrollment en provisioning, heel sterk onderdeel. Volledig geïntegreerd in Intune. OS-updates, eigenlijk hetzelfde. OS-updates faciliteren en pushen naar de werkplekken. Inregelen is allemaal zeer goed geregeld. Maar als je kijkt naar de wat minder blauwe blokken, die zijn wat van kleur veranderd ten opzichte van de vorige slide, zie je dat er ook een aantal blokken zijn waar Intune daadwerkelijk wat minder goed in is. En ondanks dat er steeds functionaliteit wordt toegevoegd in Intune, blijft het voor de huidige en zeker voor de zorgorganisaties een behoorlijk grote uitdaging als je kijkt naar het applicatieonderwerp, policy en profile management, maar het is ook al rondom remediation en analytics. En dus het monitoren van de werkplek. Wie gebruikt wat op de werkplek? Hoe krijg je dat nu goed in kaart als je eigenlijk duizend of duizenden versplinterende werkplekken hebt ten opzichte van waar je voorheen met duizenden VDI-werkplekken in een centraal datacenter aan het werk was. Dat is ook de focus van ons webinar vandaag, want als je kijkt naar de zorg, zijn vooral de uitdagingen, dat was traditioneel al zo, maar het is ook met de moderne werkplek zo, dat we vooral veel, met de nadruk op veel, applicaties hebben. En of dat nou modernere applicaties zijn of oude applicaties, in de term Windows 32 applicaties die binnen Intune wordt gebruikt, gaat het eigenlijk altijd over legacy applicaties. Dan vind ik dat een beetje een vreemde term, want sommige applicaties zijn nog niet zo oud. Maar het zijn legacy apps, client server applicaties. We hebben ook altijd te maken met veel OTAP, dus ontwikkel, test en acceptatie. Applicaties updaten, terughalen, testen bij acceptatiegebruikers, etc. En de aankomende end-of-life status van FI maakt dat ook niet makkelijker. En verder is er natuurlijk behoefte aan de dynamische werkplekken binnen de zorg om de verschillende use cases en zorgprocessen te kunnen ondersteunen. Als je dat terugvertaalt naar de focus van Intune, die vooral op het device focust, is eigenlijk de koppeling van een device en een Azure AD-groep niet voldoende om die volledige context weer tot je beschikking te krijgen om de verschillende zaken in te regelen op een laptop. Ik noem vaak laptop omdat dat de meest gebruikte moderne werkplek is, denk ik. Maar dit geldt ook voor cloud desktops. Dit geldt ook voor traditionele desktops beheerd met Intune. Het gaat in dit geval om het modern management principe. Als we daar nog eens een schepje bovenop kunnen doen, dus alsof we niet al uitdagingen genoeg hebben, zijn er ook altijd nog wettelijke regelgevingen en richtlijnen. We hebben al in het verleden al te maken gehad met de netnormeringen. Die hebben ook al gezorgd voor het een en ander aan verbeteringen binnen de zorg als het gaat om patching en beveiliging. Maar de NIS2-richtlijn die eraan komt, die al sinds vorig jaar live is, of begin dit jaar live is, maar nog niet helemaal wettelijk verpakt is, zullen we zien dat er nog veel meer processen aan gaan komen binnen de organisatie. Nou is dat voor een IT-afdeling niet alleen maar hun zaak. En dus het is niet alleen maar feit voor IT'ers dat zij zich met die processen bezig moeten gaan houden. Maar er zullen wel heel veel randzaken uitkomen vanuit die processen. Omdat de beveiliging nog een tandje scherper zal moeten op de werkplekken en de applicaties. En dat wordt mede gedreven door de kernverplichting als de meldplicht die binnen de zorg van toepassing is. En het toezicht wat wordt uitgeoefend door de richtlijn op de verplichte organisaties, waaronder dus de zorginstellingen.
Ook al is deze nog niet live en nog niet helemaal uitgeschreven in wet en regelgeving, geeft NIS2 zelf wel al aan dat er een aantal richtlijnen zijn omschreven door het Nationaal Cybersecurity Centrum in Nederland, waar je je alvast op kunt voorbereiden. En nu zijn niet alle regelgevingen of adviezen één op één te vertalen naar linkerwerpfunctionaliteit, maar een aantal zeer zeker. Dus het is ook interessant om straks te kijken naar hoe onze oplossingen zich verhouden tot een aantal van die basisrichtlijnen van het NCSC. Dus als we dat in het kort samenvatten, de moderne werkplek, modern beheer, maar vooral ook dus de focus op de zorg, dan vraagt modern werkplekbeheer in de zorg om een modulaire aanpak. We moeten bouwblokken uiteindelijk kunnen uitwisselen zonder dat dat impact heeft op de andere bouwblokken. En dat versimpelt simpelweg je beheer. Verder, platform onafhankelijkheid. We zullen nooit zomaar als ziekenhuis in één keer kunnen overstappen van een Citrix werkplek naar een decentrale laptop. Er zijn zoveel processen geborgd in de manier van werken, dus ook het platform, dat we altijd verschillende platformen zullen houden binnen de zorg. Dus platform onafhankelijkheid is een hele belangrijke pijler voor modern werkplekbeheer. Het liefst kijken we naar één oplossing voor alle werkplekken, maar als dat dus niet mogelijk is, dan willen we zoveel mogelijk nog steeds in minimale extra consoles kunnen doen. En simplify management in dit geval. Verder compatibiliteit, heel erg belangrijk. Automation en beveiliging uiteraard als pijler. Een zeer belangrijke bouwsteen van de hele werkplek stack. Als we naar Liquidware kijken, zien wij ook een modulaire aanpak. Dus kijk naar het portfolio van Liquidware, dan hebben we het ook over modulaire aanpak. Als volgt. We beginnen eigenlijk met de onderlaag, het delivery platform. Voor ons is dat nog steeds niet relevant. Al onze oplossingen die passen zich aan het platform waar we op landen. En dus wijzig je van fysiek naar virtueel of van virtueel naar cloud of naar internet connected. Dan moet een oplossing die wij leveren ook toepasbaar zijn op een van die platformen. Verder focussen wij op Windows. Dat betekent dat het Windows OS ook bij ons uitgewisseld moet kunnen worden voor een Windows Server OS naar een desktop OS. Of van Windows 10 naar Windows 11 of in de toekomst nog een andere desktop OS. En daar zit voornamelijk het belang voor Liquidware. Onafhankelijkheid van die onderlaag. Wij komen pas binnen met onze software, met onze agent installatie. En die zorgt ook voor de security laag, voor de context laag. Dus hoe die onderlaag uiteindelijk ook gemanaged wordt, of dat SCCM is, of dat een provisioning service image is, of een MCS image, met desktop of Windows Server OS. Onze context wordt daarop toegevoegd, onafhankelijk van die onderlaag, of dat nou Intune is of SCCM. Daarmee enabelen we eigenlijk wie er inlogt, waar die inlogt, welke tijdstip van de dag en op wat voor device die inlogt. En dat zorgt ook voor de basis van de vervolgstappen van ons inlogproces, waarbij we gaan kijken welke applicaties geleverd moeten worden aan de eindgebruiker op basis van zijn of haar rechten, zijn of haar locatie. En als laatste voegen we ook User Environment Management toe. Dat betekent concreet dat we natuurlijk workspace en profile management kunnen doen. Het opslaan van je profiel, redirecten van profiles, et cetera. Maar ook beveiligingsfeatures kunnen toeleveren. Denk aan blokkeren van applicaties. Denk aan het hiden van applicaties. Maar we kunnen ook nog steeds onze applicaties beïnvloeden. Dus ondanks dat we een applicatie hebben afgeleverd met onze technologie, kunnen we ook nog steeds met User Environment Management die applicaties beïnvloeden met additionele settings, voorkeuren, et cetera. Nou moet ik eerlijk zijn, we hebben modulaire aanpak. Dus dat betekent ook dat als je een andere User Environment Management in place hebt, je nog steeds met FlexApp samen kan werken om applicaties te beïnvloeden. Dus applicaties zijn ook transparant naar andere User Environment Management oplossingen toe. En niet alleen die van ons. Nou maken we het plaatje compleet en hebben we gezien dat we in Modern Management ook analytics hebben. Leveren wij ook de laag analytics waarbij we kijken naar hoe de applicaties worden gebruikt, hoe ze performen, hoe gebruikers hun werk kunnen doen, of ze wel connected zijn, of ze goed verbonden kunnen zijn, hoe lang het inloggen duurt,
en hoe de werkplek zich gedraagt. Allemaal belangrijke eigenschappen voor de gebruikerservaring die wij in kaart kunnen brengen. Nou is een belangrijke opmerking nog rondom de applicaties. En daar gaan we straks ook even iets verder op in. Want applicaties dus transparant zijn in dit geval en kunnen praten met de werkplek en met het profiel. En dus beide kanten op. Verder is het belangrijk als we naar modulair kijken, dat we ook hybride kunnen zijn. Dus we stellen de organisaties ook vrij om te kiezen waar ze de managementconsole willen plaatsen om te werken met liquidware. Zet je hem on-premise om on-premise werkplekken te managen en cloud werkplekken te managen? Is dat prima? Zet je hem in de cloud en manage je daarmee toch je on-premise werkplekken? Kan dat ook. Dus wil je mixen en matchen? Jij maakt de keuze voor het platform, jij maakt de keuze voor de locatie en jouw gekozen technologie voor de werkplek. Wij zullen ons daar met de management console op aanpassen. Platformonafhankelijkheid is daar eigenlijk ook weer het sleutelwoord. Laten we concreet verder kijken naar User Environment Management. En ik ga ook de link leggen met de NIS 2-richtlijn en hoe we dat kunnen koppelen aan Modern Management. Als we kijken naar User Environment Management, zijn er eigenlijk twee bouwblokken vanuit die NIS 2-richtlijn erg belangrijk. Sterke authenticatie en bepalen wie toegang heeft tot data en diensten. Nou, met sterke authenticatie wordt bedoeld wie de gebruiker is, uiteraard. En daarmee stellen we dat vast. En het liefst gebeurt dat met meerdere factoren. Zo zien we in de zorg vaak personeelspasjes die gekoppeld zijn, bijvoorbeeld in Privata. Maar op modernere platformen ook vaak een MFA-oplossing. Met bijvoorbeeld een applicatie, mobiele applicatie, of een token, of misschien een sms-code. Om maar vast te stellen dat jij echt de gebruiker bent die je bent. Maar eigenlijk, als je dat misschien van wat verder af bekijkt, zijn er nog veel meer factoren die meespelen om te bepalen of je wel iets mag op basis van wie je bent en waar je ook bent. En dus we kunnen er nog meer factoren aan toevoegen om het nog sterker te maken, om de beveiliging van jouw data en diensten verder te bepalen. Dan kijken we naar de richtlijn voor bepalen wie er toegang heeft tot data en diensten. Is het eigenlijk het belangrijkste vanuit de richtlijn dat je medewerkers alleen maar toegang geeft tot data en diensten die ze nodig hebben om hun taak uit te voeren? Dat klinkt heel kort, heel bold, maar het gaat uiteindelijk om dat gebruikers toegang hebben tot systemen die ze echt nodig hebben. Niet tot andere systemen. Dat beperkt namelijk mogelijke gevolgen bij fouten. Dat beperkt ook mogelijke gevolgen bij kwaadwillenden die inbreken op een systeem of toegang krijgen tot het systeem. Omdat er simpelweg geen applicatie of toegang is tot data die niet bedoeld zijn voor die gebruiker. Daarmee kun je ook de link leggen met machine accounts of functionele accounts, afdelingsaccounts. Die eigenlijk door de NEM-normering al zijn weggehaald uit de processen, maar toch kom je af en toe nog dat soort voorbeelden tegen waar ze wel in gebruik zijn. Dus daar is het ook met name belangrijk om die te beperken met wat ze mogen. Wordt ook wel het least privilege principe genoemd. Met zo min mogelijk privileges ga je aan de slag. Nou, wat doet Liquidware eraan en wat is het belangrijkste voor de zorg, is dat we dus die complete context kunnen toevoegen die je misschien in het verleden ook al had op je werkplek. Maar nu in combinatie met Intune, die vooral vanuit de machine wordt beheerd. En dus we zijn op zoek naar koppelingen met identity en access management oplossingen. Denk aan Azure AD, maar denk ook aan role-based access control. Denk aan het auditen van wijzigingen die je doet binnen de console. Maar het gaat hier ook over automation en reporting, die heel belangrijk zijn. Maar de context is ook nodig voor de functionaliteit binnen de zorgprocessen. En dus een belangrijke speler in de vorm van authenticatie en de toegang tot systemen. Bijvoorbeeld, mag ik deze applicatie openen als ik op een andere locatie ben? Mag ik deze printer wel koppelen als ik op een ander kantooronderdeel ben? Mag ik deze drive mappings wel zien? En heb ik die ook nodig als ik via de VPN binnenkom? Of misschien van buitenaf binnenkom en zonder VPN. Mag ik deze applicatie dan nu wel hebben als ik een VPN opbouw? Liquidware voegt met die context engine en die security laag, die ook voor de moderne werkplek geschikt is, meer dan 140 verschillende combinaties toe aan de context die je tot je beschikking hebt als beheerder.
Dus het zorgt er dus voor dat je veel meer combinaties kunt maken waarop je gaat evalueren voordat iemand iets mag of krijgt. Nou, additioneel koppelen we daar natuurlijk Hybrid Azure AD aan of Azure AD Only voor sommige zorginstellingen die ik dat wel eens zie gebruiken. We kunnen applicaties blokkeren en hiden. En dus ondanks dat bepaalde applicaties wellicht wel op het device aanwezig zijn, gaan we toch voor specifieke gebruikers de toegang blokkeren en misschien zelfs helemaal masken. En dus dan zijn ze überhaupt niet meer beschikbaar voor de gebruiker om überhaupt aan te roepen. Nog verder beveiligen dus. En dan als je kijkt naar het least privilege principe, kunnen we ook privilege elevation doen. We willen niet meer dat gebruikers local admin zijn op een machine. Het overal vanuit de richtlijn. We weten ook dat in de zorg best wel veel applicaties zijn die misschien toch adminrechten nodig hebben om te starten. En dus ook op die moderne werkplek zou je willen dat je een bepaald of specifiek proces op een bepaalde werkplek in de combinatie met een specifieke gebruikersaccount toch als admin mag starten. Maar dan ook alleen maar die specifieke applicatie. En verder, en dit zal een hele bekende zijn voor mensen die al Intune gebruiken, is dat de timing voor het plaatsen van beleid, instellingen, het maken van drive mappings, het plaatsen van applicaties, allemaal zeer tijdsgebaseerd werkt. Dus het kan 5 minuten duren, in het allerbeste geval, maar het kan ook wel 8 uur duren voordat een applicatie daadwerkelijk uitkomt op de werkplek. Dit is een grote uitdaging als het gaat om de controle en het uitoefenen van je beleid op die werkplekken met de hedendaagse technologie. Aan de achterkant heeft dat allemaal te maken met schaalbaarheid van Intune en de check-in tijden. Maar het is wel waar we mee moeten leven als IT-admins en packagers als we kijken naar het beheer van de moderne werkplek. Dan komen we eigenlijk uit bij de applicaties. En dus moderne applicatiebeheer. We hebben het net over User Environment Management gehad. En dus de workspace, het profiel. Al een hele uitdaging in combinatie met bijvoorbeeld Intune. Maar denk daarna is aan applicatiebeheer. En ook hier ga ik de link leggen met wat de richtlijn zegt vanuit NIS 2 over het beheren van je applicaties en je golden images. Of hoe je die zou kunnen vertalen. Twee belangrijkste, richt patch management in. Zowel het updaten van je applicaties en beperk het aanvalsoppervlak. Dat zijn twee hele interessante termen. Leveranciers brengen vaak updates uit om kwetsbaarheden in de software op te lossen. En aanbevelingen zijn dan ook meestal om die updates zo snel mogelijk uit te voeren. Nou is het binnen de zorg best wel complex met veel applicaties om maar even een update uit te voeren. We zitten vaak vast aan de OTAP-principe, wat soms een aantal weken in beslag kan nemen voordat de applicatie daadwerkelijk gepatcht in productie is. We zullen soms putfixes moeten doorvoeren, wat impact kan hebben op de beschikbaarheid van de werkomgeving. Misschien moeten er wel machines gereboot worden, omdat het golden image aangepast wordt. En in het slechtste geval is er geen patch beschikbaar, zou je software willen terughalen. Of als je geen OTAP-proces hebt, kun je aan een enkele gebruiker misschien die applicatie kunnen toewijzen. Dus dat zijn uitdagingen rondom patch management. Kijken we naar het aanvalsoppervlak, dan gaat het er eigenlijk om dat we zo min mogelijk beschikbaar stellen. En dus het golden image zou eigenlijk zo lean en mean mogelijk moeten zijn. Dat heeft dan ook meteen een positief impact op je patch management, omdat je flexibeler wordt. Maar het beperkt dus ook het aanvalsoppervlak, oftewel processen en services die draaien op het golden image. Die niet meer actief zijn en dus niet gebruikt kunnen worden voor aanvallen. Het gaat eigenlijk over hardening. Als je daarover nadenkt en je denkt over dat applicatielandschap na, is het dus eigenlijk heel belangrijk dat je applicatie ook alleen maar levert aan de gebruikers die ze nodig hebben, zodat alleen via die gebruikers die mogelijk die kwetsbare applicatie hebben, het aanvalsoppervlak iets groter zal zijn dan bij andere applicaties, of andere gebruikers zou ik moeten zeggen. Dat zorgt er dus voor dat voor de meeste gebruikers die applicatie niet hebben, het aanvalsoppervlak dus kleiner is. Nou, vertalen we dat naar wat Liquidware doet, dan gaat het eigenlijk om een aantal primaire onderdelen van applicatiemanagement. Delivery, dus
We hebben net gezien hoe we omgaan met workspace management en het aanzetten van bepaalde features en het inregelen van policies. Ook dat doen we natuurlijk als het gaat om aanvalsopties die je hebt. Gaat het over applicaties, dan gaat het dus over het afleveren van een applicatie, het patchen van een applicatie, het updaten van een applicatie, het terughalen van een applicatie, hadden we het net al even over. Kun je applicaties ook daadwerkelijk terughalen of terugdraaien? En integratie met de bestaande security oplossingen. Een enkele applicatie zou buiten de security radar mogen draaien. En dus daarmee bedoel ik gewoon integratie met antivirusoplossingen, et cetera. Nou, kijkende hoe Liquidware dat doet, traditioneel versus modern, dan hebben we het dus over installatie van applicaties en bijvoorbeeld isolatie van applicaties, zoals we dat tot nu toe hebben gedaan, wat gaat zorgen voor uitdagingen naar een moderne werkplek. Native installs met Intune, zoals iedereen zal weten, kan behoorlijk problematisch zijn, waarbij we het met name hebben over de Windows 2 NetApps. Dus silent installers zijn misschien niet beschikbaar. Niet alle applicaties kun je via Intune deployen. En dus native install gaat vaak afvallen als je kijkt naar Intune. Iets wat we sowieso niet zouden willen, is handmatige installaties. Isolatie bood daar eigenlijk een groot voordeel. En dus een hele tijd is dat een fijne bijkomstigheid geweest om applicaties los van het basisimage te deployen. Daarin wat flexibeler te worden voor ook onder andere OTAP. Maar gezien de toekomst van Microsoft's App V en het eigenlijk ook niet lekker landt over internet op een moderne werkplek, zul je dus naar een andere oplossing moeten kijken. Als je kijkt naar Liquidware, doen we dat met Flexible Application Layering, waarbij we de voordelen van separaat packagen van applicaties nog steeds omarmen. De voordelen van centraal management en updaten van applicaties dus ook behouden. En heel specifiek alleen maar aan de gebruikers die toegang hebben tot de applicatie gaan uitdelen. Dat is een heel belangrijk onderdeel van hoe we op moderne werkplekken ook applicaties kunnen afleveren. Omdat application layering daadwerkelijk over internet kan of daadwerkelijk vanaf cloud storage kan gebeuren. En niet alleen maar on-premise werkt. Dat betekent dus ook dat we diezelfde packages kunnen gebruiken voor zowel bijvoorbeeld je Citrix of VMware omgeving. En dezelfde source, dezelfde package die je hebt gemaakt, ook kunt afleveren op een laptop. Zonder helemaal diep in te gaan in hoe we dat dan precies packagen, is het in ieder geval goed om te weten dat we, als het gaat om remediation, als het gaat om deployment en als het gaat om patching, dat we geautomatiseerd of, als je het niet kunt automatiseren, gemakkelijk, manueel en eenvoudig aanpassingen kunt maken in je packages. Het gaat erom dat we het zo snel mogelijk kunnen doen. Automation was een van de voorbeelden. Met FlexApp kan het met automation, als de applicaties dat ook toestaan. En als die dat niet toestaan, hebben we gewoon een manuele packaging console die zich bezighoudt met het packagen van applicaties, waarbij jij de applicatie afconfigureert, wijzigingen doorvoert, opschoning doet van de applicaties, maar ook eventueel patches of configuratiewijzigingen kunt doen ten aanzien van de kwetsbaarheden. Hier kunnen we overigens ook App V converteren. Dus als je in je maag zit met honderden App V applicaties en je wilt eigenlijk geen grootschalig project opstarten om alle applicaties opnieuw te gaan packagen, kunnen we al een heel groot deel uit handen nemen door App V conversie te doen naar FlexApp. Waarbij je als eindresultaat een FlexApp overhoudt die daadwerkelijk een native FlexApp formaat heeft, die je kunt gebruiken op de verschillende platformen. Hebben we het over remediation? Dan is het zo dat het FlexApp formaat wat we aanbieden voor de eindgebruiker uiteindelijk read-only is. Dus ja, tijdens het werken kunnen ze wel wijzigingen maken, maar als de computer herstart of als de gebruiker opnieuw uit- en inlogt, herstellen de applicaties zichzelf zoals je ze hebt afgeleverd als IT-administrator. Dat betekent dus dat een applicatie die wellicht gecompromised wordt, zichzelf weer herstelt naar de oorspronkelijke executables en DLL's die er in het applicatiepakket zaten. Oftewel remediation, dat komt zowel de gebruikerservaring als de beveiliging ten goede. Nou, verder security integration, ook hier. We kunnen FlexApps signen
En dus we kunnen digitale signatures toevoegen van de organisatie. We kunnen werken met OAuth support, en dus OAuth tokens die worden gecontroleerd. En we integreren dus met security producten als antivirus en behavior monitoring systemen. Laten we eens kijken naar een aantal klantcases. We hebben recent een ziekenhuis geonboard met 2500 concurrent gebruikers. En de uitdaging die zij hadden was dat Citrix desktops die aangevuld werden met lokale applicaties en AppV. Moesten worden ingezet ook op internet-connected laptops. De primaire uitdagingen daar waren dat AppV end-of-life zou gaan. Nu zowel ook handmatige installaties moesten worden gedaan. En om ook op Intune te kunnen deployen, ook Intune Min packages moesten worden gemaakt. Al met al kost dat behoorlijk wat extra tijd. En het zorgt er ook voor dat we veel verschillende images houden bij die klant. En dus veel images betekent maandelijks bijwerken met patches. 6 keer zoveel tijd als met 1 gold image. We hebben die klant kunnen helpen door de migratie versneld uit te voeren door AppV-conversie in te zetten naar Flexa. En dus we waren heel snel van AppV af naar Flexa-formaat. Daarmee konden we dus packages deployen op zowel het Citrix-landschap als ook de laptopomgeving. En dan hadden we geen last meer van handmatige installaties die soms nog moesten plaatsvinden. Daardoor werd ook het aantal golden images beperkt en waren we dus minder tijd kwijt met de beheerslast die kwam vanuit patching op die golden images. En overal werd dus de beveiliging daarmee verhoogd, doordat we applicaties op persoonlijke titel kunnen afleveren, maar ook sneller kunnen patchen met onze oplossingen. Een andere interessante klantcase is dat een gespecialiseerde zorginstelling, met in dit geval 4000 named users, een migratiescenario had van on-prem Citrix en daar helemaal vanaf wilde stappen naar de moderne werkplek, waar mogelijk aangevuld, als dat nodig is, met Azure Virtual Desktop en voor specifieke kritieke applicaties. Ook daar waren de primaire uitdagingen applicatie deployment en de updates van applicaties, maar vooral ook dat de applicatie Intune in dit geval weinig tot geen oplossingen biedt voor locatieafhankelijke instellingen en toegang. Terwijl dat apparaten moesten kunnen worden gedeeld onder de verschillende werknemers uit verschillende shifts. We hebben ze hier kunnen helpen met het package en deploy van de applicatielandschap uiteraard. Daarmee het AVD image en het laptop image zo schoon mogelijk hebben kunnen houden. Dat versimpelt het beheer van die images. We hebben de context engine toegevoegd. Die werkt met hybrid Azure AD in dit geval. Maar ook andere contextuele eigenschappen en triggers heeft toegevoegd. Daarmee ook het user environment management kunnen doen en het enablen van eigenlijk simpel workspace management op de laptops in combinatie met Intune, waarbij we kunnen zorgen voor het opslaan van persoonlijke instellingen van gebruikers en bijvoorbeeld ook zorgcertificaten. Dus kort samengevat komen we daarmee op future-proof User Environment Management en Application Management. Zit jij op legacy Windows desktops, kunnen we vrij gemakkelijk profielen en applicaties harvesten van jouw bestaande omgeving en meenemen naar het platform van jouw keuze. Dus ook al gaat hij naar een Citrix omgeving als toekomstig platform, ook al gaat hij naar een VMware platform on-premise als toekomstig platform, of in combinatie dus met een laptop of cloud desktop in bijvoorbeeld Azure. Je kunt daarmee vrij transparant voor de eindgebruiker zijn instellingen en applicaties dus meenemen naar de werkplek van zijn of haar keuze, of van in dit geval IT's keuze. Migratie daarmee versimpeld, we blijven centraal beheer aanbieden en dus die platform onafhankelijkheid volledig omarmen. Iets wat ik nog niet echt heb toegelicht, is dat de applicaties die we packagen ook mogelijk met een ander platform kunnen distribueren. Dus ben je als organisatie wel op zoek naar versimpeling van applicatiemanagement, maar wil je niet overstappen met management van deliveren van applicaties, bijvoorbeeld met onze Liquidware Management Console, dan kun je ze ook plaatsen in SSCM of Intune. Natuurlijk ben je dan nog steeds gelimiteerd met de mogelijkheden van Intune of SSCM,
Maar je hebt wel de mogelijkheid om de applicatie silent te packagen, af te leveren, afgeconfigureerd en wel voor de zorgmedewerkers met het platform van jouw keuze. Je kunt ze daarmee ook stoppen in de company portal of in software center van SCCM. En dus eigenlijk daarmee self-service voorzien voor je eindgebruikers. Daarmee denk ik ook dat gezien de tijd, wellicht vragen die we gaan krijgen, we de mic open kunnen zetten, Mortensen. Yes, Barry, thanks voor de uitleg. Er kwamen zeker wat vragen binnen. En de eerste is van Robert, die vraagt, wat kan je nou met FlexApp helemaal niet packagen? Wat zou jouw best practice zijn? Best practice, inderdaad, is dat we eigenlijk focussen op gebruikersapplicaties. En dus de gebruikers die applicaties opstarten, dat zijn de applicaties die we normaal gesproken packagen met FlexApp. En daarmee vermijden we dus voornamelijk security-achtige applicaties. Denk aan antivirusoplossingen, denk aan connectiesoftware voor je Citrix-omgeving. Dat zijn de onderdelen die je liever niet packaged. Duidelijk. Want dat is ook een vraag van wat betreft, kan FlexApp overweg met de drivers? Volgens mij heb je dat min of meer beantwoord. Nou ja, we kunnen zeker drivers packagen. En dus printerdrivers, randapparatuurdrivers kunnen gewoon meegepackaged worden. Evenals de printer queues bijvoorbeeld. En die worden ook gewoon afgespeeld voor de gebruiker. Duidelijk. John vraagt, is FlexApp beperkt tot slechts één Azure AD? Je kunt als organisatie meerdere Azure AD's gebruiken. Zeker vanuit client perspectief. Een client zit überhaupt maar in één Azure AD. Vanuit de console is op dit moment de limitatie 1. Oké. Okay. En dan krijg ik nog een vraag van, hey, stel dat, wij zitten nu op Citrix en wij zijn van plan om eventueel in een mix mode met AWD. Moeten we ook op AWD weer opnieuw gaan packagen? Nee, packages zijn dus ook transparant en platform onafhankelijk. Dat betekent dat packages die je hebt gemaakt voor Windows 10 ook in Windows 11 op AVD kunnen werken. Maar ook op server 2019 of 2022 kunnen werken in je Citrix-omgeving. Oké. Okay. Dus en geen dan, package voor alle platformen. Nee. Oké, André zegt van, hey, hoe zit het met de Windows OS? Windows 7? Windows 7 wordt door oudere clients nog gesupport, maar zal uiteindelijk over een jaar of drie wel verdwijnen, vermoed ik. En ik hoop ook binnen de zorg dat dat verdwenen is. Oké. Zijn er, volgens mij is dat een vraag die ik ook een keer kan beantwoorden, zijn er beperkingen aan evaluatieversies van Profile Unity en FlexApp? Nee, er zijn geen beperkingen. Dus als jullie FlexApp en Profile Unity downloaden, dan komt de software automatisch met 5 user licenties, dus 5 licenties en 2 weken. Dus voordat wij in contact of voordat we jou gaan bellen of mailen van hey, hoe kunnen we je helpen, dus ben je in staat om de software te installeren. En er zijn geen beperkingen. En wij hebben geen gold, platinum, silver, bronze editie. Dus we hebben alleen 1 versie met alles wat erin zit. Wel, Profile Unity heeft een aparte licentie en FlexApp heeft een aparte licentie. Er is een vraag die ook gesteld wordt van, hey, hoe zit het met FlexApp One? Wij lezen ergens FlexApp One. Je had het net over FlexApp One. Is het een apart product? Moeten we daar apart voor betalen? Nee, FlexApp One is in ieder geval een feature van FlexApp. Dus die krijg je beide als je FlexApp aanschaft. En daarmee kun je dus eigenlijk ook alle use cases die ik net heb benoemd bedienen. Oké. En Barry, deze vraag komt vaker voor. Beperkingen van een aantal apps. Hebben we een beperking? Voor een aantal apps die we kunnen aanbieden? Nee, er is geen harde limiet van applicaties. We hebben Citrix-omgevingen waar 400 applicaties actief zijn. We hebben VDI-omgevingen waar je 60, 70 applicaties per gebruiker aanbiedt. Dat is geen punt. Oké.
En dan ook deze komt vaker voor, is van hey, de relatie tussen of samenwerking tussen flexapps onderling. Kan een flexapp, ik noem wat, Office iets aanroepen die in een andere package van flexapp Adobe zit? Kunnen ze elkaar aanroepen? FlexApp is transparant en ja, we hebben maar een half uurtje tijd, dus we hebben niet alles kunnen benoemen. Maar transparantie is een heel belangrijk onderdeel. Dat betekent dat verschillende applicaties die je package met FlexApp, ook al staan ze in hun eigen layer, gewoon samen kunnen werken. Maar ook samen kunnen werken met het lokale OS, zonder dat je dat specifiek open of dicht moet zetten. Ja, oké. Okay. Volgens mij zijn dit de vragen die we hadden. Oh ja, er wordt weer een vraag gesteld over de lunch. We hebben hem inderdaad lunch and learn genoemd. We gingen vanuit dat de lunch was on you, de learn was on us. Maar ik zorg ervoor dat we een keer samen zeker gaan lunchen en dit nog eens na gaan bespreken. We willen niet heel lang van jullie tijd snoepen. Het was voor ons een kort intro, weder intro om wat FlexApp en wat Profile Unity in het moderne werkplek doet. Het is altijd met name ook de link natuurlijk naar de zorg en de aankomende regelingen. Ja. Niet onbelangrijk. Ja. Zoals ik aan het begin zei, wie kan het beter uitleggen dan jij? Ik bedoel, met toch wat behoorlijk wat jaren bij CAM in de healthcare gezeten, dus dan weet je precies wat er nodig is. Het rest mij niks anders op dit moment om jullie enorm te bedanken voor de genomen tijd om vandaag hier bij ons te zijn. Nou, zie je, we willen het afkappen. Er komen de vragen binnen. Hoe zit het met de afroepaanpassing met bijvoorbeeld verschillende servermiddelrechtkies? Ik denk dat jij dat beter kan begrijpen, zo'n vraag van Floris. Hoe zit het met het op afroep aanpassingen? Met bijvoorbeeld verschillende servers middels wegkies. Ja, de kracht daar zit er met name in de combinatie FlexApp en Profile Unity. En dus je maakt packages eigenlijk zo generiek mogelijk. En je injecteert op basis van wie de applicatie gaat gebruiken de juiste servernaam of wegkie in de applicatie. Dat kan ook met andere UEM oplossingen. Maar als je die bij elkaar houdt is het natuurlijk heel logisch. Dus dat kan. Nu je het hebt over UEM-oplossing, komt er toch een vraag binnen. Hebben wij, wordt de vraag gesteld door John, hebben wij Profile Unity nodig? Want wij gebruiken IWANT, Workspace Manager. Zou dat mee samen kunnen werken? Dat kan dus inderdaad samenwerken, ja. Oké, okay. Dus... Hey, nou, ik lees dat Kees toch snel even een broodje gaat scoren. Nou, ik denk dat de kantine, bedrijfskantine of de kantine thuis beneden toch ook open is. Ik wil jullie bedanken. Deze recording wordt gedeeld met jullie. Aarzel niet om een mailtje of een berichtje te sturen. Mocht je zelf dit in praktijk willen zien of wat diepgaandere vragen hebben. Wat je vandaag niet kon stellen. Dus nogmaals, dank jullie wel. Barry, thanks. En deze recording die zal door onze marketingteam met jullie gedeeld worden. Een fijne middag en tot ziens.